langzaamaan komt het najaar er weer aan. Dus ik heb hier echt gekeken naar wat najaarsplanten. Ik ga ook maar met wat vetplantjes erin werken. En ik wil echt het gevoel geven van ja, het najaar, de kleuren die we ook weer gaan zien. En wat ik als eerste vond, en dat vond ik echt heel mooi, dat waren deze takken. En daar zag ik heel mooi die kosmos op terugkomen. Ik dacht, ja, daar wil ik wat mee gaan doen. En ik zag deze mand en ik zat te denken van, nou, volgens mij kan ik die mand ook met die hengsels wel gaan gebruiken als een soort van basis. Ik wil eigenlijk in het midden een soort van bundel gaan maken met deze takken. Dus ik ga een beetje er tussendoor vlechten. Op deze manier. Heel eenvoudig. Dan ga ik hem hier als eerst nog een keertje vastbinden. En dan gaan we weer verder. Deze mag hier overheen komen. Oh, ik wil iets wilder staan. Hier nog een mooie grote. Heel mooi aan deze kant. Dan gaat hij nog een keertje op deze muur overheen. En zo ga je als eerste gewoon je bundeltje maken. Bij het najaar hoort bij mij gewoon altijd heide. Dus ik heb wat heide. Je ziet dat die wortels heel dik zijn. Dus die maak ik altijd heel even los. Zodat hij zich goed gaat hechten in die nieuwe potgrond. Die zet ik iets schuin erin. Wanneer ik hem recht zet, vind ik het altijd te stijfjes worden. En als je hem iets schuiner zet, krijg je gewoon een veel losser geheel. En dat doe ik ook aan de andere kant van de mand, precies tegenover. Dan heb ik hier nog een mooie hedera. Die wil ik er dadelijk een beetje overheen gaan draperen. Dus die gaat deze kant erin. Zo, en dan zet ik hem eigenlijk een beetje, het ziet nou een beetje raar uit, op deze manier eroverheen. Nou, wat je in boeketten ziet, dat het wat onregelmatiger mag, asymmetrisch kan werken. Dat kan ook met planten, dat ga ik hier ook doen. Dus ik doe het op deze manier, met het gras in het midden. En aan deze kant zet ik het gras helemaal aan de andere kant, waardoor het stuk wat speelser wordt. Dat is eigenlijk een tendens die we nu zien. Het mag allemaal wat speelser, wat vrolijker zijn, wat luchtiger. Ik zie hier ook nog het potgrond. Dat vind ik niet zo mooi. Daar gebruik ik mos voor. En dan leg ik het zo in, waardoor je echt dat natuurlijke gevoel krijgt. Dan vind ik het najaar altijd wel heel mooi om op deze manier met het mos te werken. Als ik hier eerst nog wat potgrond zie, dan werk ik dat heel eventjes op deze manier weg. Dan heb ik hier die hedera. Dat ziet er nou een beetje vreemd uit, maar ik wil zo laten lijken alsof het al een wat oudere mand is die al wat langer buiten staat. Dat het mooi door elkaar vergroeid is. Dus ik ga de hedera een beetje zo er tussendoor vlechten. Dit is aan de ene kant. Deze gaat er onderdoor. En je ziet dan wat er gebeurt. Er ontstaat zo een mooi speels herfststuk. Nou, dan wil ik wel wat met wat kleur erin gaan doen. Dus ik heel even kijken. Sowieso wil ik wat met die vetplantjes gaan doen. Vetplantjes zijn gewoon echt heel leuk om mee te werken. Ik draai weer de wortels eraf. Dan krijg je gewoon een heel mooi rozetje zonder wortels. Je houdt het echt heel erg lang goed. Klein beetje lijm aan de onderkant. En dan plak je hem vast op de plek waarvan jij denkt van, hé, daar vind ik hem wel mooi. Het mooie hiervan is dat we zo eigenlijk van dichterbij moeten kijken. Die rooige rand die erin zit, die komt weer helemaal terug hier in de heide. Maakt het ook wat spannend. Dat lijkt een beetje op zo'n stukje verborgen natuur in zo'n plantenstuk die we maken. Deze wil ik dan hier in dit hoekje hebben. Eigenlijk vind ik hem zo heel leuk. Ik wil nog heel even kijken hoe het is. Of ik iets met nog van zijde erbij wil doen om het iets speelser te maken. Dit zijn van die takjes. Die zijn heel fijn. Er zit ijzerdraad ook in, dus dat je hem heel makkelijk kan verbuigen. Maar daarmee kan je het vaak net iets luchtiger maken. Dus als die hier nou even tussen die grovere takken inzet. Even kijken of dat mooi is. Dan krijg je nog net dat hij iets minder zwaar wordt. Omdat hij net een wat luchtiger geheel gaat geven. Dus dan heb ik hier nog die laatste tak. Die wil ik wat dieper wegwerken hier bij het sedimpje wat we hier hebben. Dus ik kan heel mooi hier op deze manier er zo tussen. Zo. Dus mooi dat verfijnde hout. En dan eens kijken. Hij is wat ingetogener qua kleur, maar ik vind het zelf eigenlijk wel heel mooi. Vooral dat je die dieptewerking hebt. Ik heb een lager gewerkt. Want je ziet hier het luchtige van die grassen. En eronder, tussen de takken en het gras, zie je dan die sedimpjes terugkomen. Eigenlijk een beetje een stukje verborgen natuur. En dat maakt het wel heel mooi in de kleuren van de herfst van dit jaar.